Hoi, hier is Wouter. Welkom bij deze video. Ik ben vandaag naar de kringloop geweest in Amersfoort. Twee kringloopwinkels in Amersfoort ben ik geweest. En heb ik wat spullen gekocht. En het zit in deze tas. Dus dat laat ik even zien. Het is een action tas, heb ik ooit een keer meegenomen uit de action. En ik kon prima mijn spullen in bewaren, want anders moet ik ze allemaal met mijn handen vasthouden en dat werkt niet echt. Dus goed, laten we eens beginnen. Hier hebben we een DVD van Lauwe en Hardy. Kennen jullie dat? Het is een serie uit de jaren 50, 40, 30 zelfs. En ook al aflevering van 100 jaar terug. En dat vind ik wel leuk om te zien. Dat is heel oud. En ja, ik blijf altijd hopen om een keer zelf een serie te maken met iemand anders. Een beetje daarop gebaseerd. Dus die DVD heb ik ook gekocht. Er zitten 3 DVD's in. Van hoe lang? 270 minuten. Dus ik heb aardig wat te kijken. Oké, dan gaan we verder. Hier heb ik Spider-Man. Dit is een PlayStation 4 spel. Dus die kan ik binnenkort nog wel spelen. Voor 16+. Nou, daar ben ik. En ja, misschien kan ik het ook wel filmen en op YouTube zetten. Dus kijken, ja, is wel leuk. Goed, we hebben hier een DVD van Dick Trom. Dit is Dick Trom weet raad. Ja, de DVD komt uit 2002, maar de serie zou wel wat ouder zijn deze. Oké, we gaan gewoon verder. Kwik, Kwek en Kwak. De grootste hits van Kwik, Kwek en Kwak. Vind ik ook wel grappig om te zien. Dus dat heb ik ook goud. Dit is een videoband trouwens. Kijk maar. Zo ziet de videoband eruit. Kun je het goed zien? Ja. Dat is dus een videoband. Ik heb ook een videorecorder. Dus daar kunnen ze in. Het is iets uit de jaren 90. Dat heb ik nooit meegemaakt hoor. Maar ik vind het wel leuk om te hebben. Oké, dan moet ik hem wel weer even goed dicht krijgen. Dan moet ik de band er beter in doen. Zo. En we hebben nog meer. Wij hebben videobanden van Mr. Bean. Het zijn 8 videobanden in totaal. Ik heb de lagere 8, ik heb ze alle 8 meegenomen uit de kringloop. En er vallen een paar. Maar die pak ik zo wel. Hier, heb je nog meer videobanden. En nog een videoband. En dan deze 2 videobanden. En dan is de tas leeg. Dus dit heb ik een beetje gekocht in de kringloopwinkel. Is wel erg leuk. En ja, ik heb dus aardig weer wat te kijken. Nou, dat ga ik ook bij deze doen. Dus ik ga een tijdje genieten van videobanden en dvd's. Nou, dit was de video. Ik bedank jullie voor het kijken en tot de volgende keer. Doei, hier gaat Wouter.